In onze puzzelronde word je gegijzeld tot je de drie verbanden vindt tussen de woorden die op het scherm staan. Luid op denken, strekt op eer en humor. En elk juist antwoord levert je 30 seconden op en een vakantiebon. Helaas voor een vakantie naar Charleroi. Bart, dit is jouw puzzel. Le boutard? Nee. Geen dameschoen. Is het water? Ja. Oei. Stop. Stop. Dan gaat de beurt naar Sophie. Baudelaire? Nee, niet Baudelaire. Spitsen? Wat zijn? Spitsen, zo balletschoenen voor meisjes. Nee. Auteur. Het is niet Baudelaire, nee. 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 Het is ook niet Flaubert, nee. Nee, nee, nee. Stop. Nee. Meiden. Eat, Love, Pray, maar de auteur daarvan, die dame, kan ik niet opkomen. Ballerina? Ballerina, ja, dat wel. Ja. En laatste stop. Nee, goed gespeeld, Meriem, goed aangevuld. Ballet, vrouwelijke balletdanser is een ballerina. En een ballerina is ook een dameschoen, ja. Platschoentje zo. En dan de auteur die we zochten, Bart van Loo. Niet Baudelaire, Flaubert, maar Bart van Loo. Frankrijk-kenner, Vlaamse auteur die Eten, Lezen, Vrijen heeft gemaakt. Heeft geschreven over Frankrijk. En chanson illustré, over het Franse chanson. Bart van Loo, je kent hem nu. Ja, ik heb er zelfs les van gekregen over Frankrijk, dus ja. Meen je dat? Ja, ik meen dat. Ja, maar ja. Enfin, Flaubert en Baudelaire is ook mooi dat je dat zoiets kunt opnoemen. Oh ja, okay. het lijkt heel goed, tof. Klinkt heel goed. En dan had je Naumou. Dat is uitspraak van Huust Vlater, die in het Frans Gaston Lagaffe heet. Franquin is de geestelijke vader. En de strip speelt zich af op de redactie van het stripblad Robbedoes, waar hij postsorteerder is. Hè.